vandaag over innovatie, grote belang van innovatie voor bedrijven, voor ondernemers. We komen uit een tijd van crisis. Het is nu weer belangrijk om te kijken wat kan er wel. En dan is innovatie heel belangrijk. En zonder innoveren kan je eigenlijk niet meer succesvol zijn als ondernemer. Wat je ziet als we kijken naar bedrijven of ondernemers. Hè, de ondernemers zijn eigenlijk zeer goed in het runnen van hun huidige business. Maar ze zouden eigenlijk moeten nadenken over wat komt hierna nou. Hè? Wat zijn de veranderingen in de maatschappij? Hoe kan ik daarop inspelen? En met dat inspelen, daar zouden ze hulp kunnen vragen. Onder andere dat soort rapporten. Hè? Allerlei banken brengen rapporten van strategieën. Trends brengen ze allemaal uit. Ze zouden naar allerlei innovatieadviesbureaus kunnen. En als ze naar technisch inhoudelijk, zijn ingenieursbureaus voor. Of kennisinstituten zoals TNO. Kan iedere ondernemer aankloppen bij TNO? Ja. Ja. Maakt niet uit hoe groot of hoe klein? Nee, helemaal niet zelfs. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel grote klanten. Ja. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat heel veel technologie die ontwikkeld is voor grote klanten of voor de overheid, dat we die ook juist gebruiken in het midden-klein bedrijf. Dus die profiteren dan al van dat we al een bepaalde kennis hebben opgebouwd over bepaalde onderwerpen. Het ondernemersjournaal gaat weer verder. We zijn nu bij het Radex Innovation Center in Delft. En we gaan praten met de eigenaar van Urza Minor, Bart Peters, over zijn ruimtevaarttechnologie. We hadden zo'n 3 jaar geleden een idee. En het idee was dat als je in Galileo werkt, we werken veel in Galileo, en je wil alle satellieten trekken, en er zijn 27 satellieten in totaal, dan heb je heel veel grote antennes nodig om dat te kunnen doen. En we zijn uiteindelijk hiermee terechtgekomen, samen met onze Spaanse partner. Die heeft dit voor ons gebouwd. En dit zijn 10 verschillende antennetjes op een driehoek. En uiteindelijk gaan we 55 van deze driehoeken samenbouwen tot een grote bol met zo'n 2 meter doorsnede. En daarmee besparen we heel veel kosten en plek om die grote antennes neer te zetten. Nou, we zijn nu nog ongeveer een jaar bezig met, ja. Met de proof of concept, zoals we dat noemen. En we hopen direct daarna, dus over een jaar, te starten in het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie om een volledige bol van 55 van deze elementen te maken. Ik denk het moeilijke is altijd en nog steeds is dat je klein begint en je bent een kleine onderneming. En zie dan maar duidelijk te maken aan je opdrachtgevers en aan de partijen waarmee je wil samenwerken. Kennisinstituten, maar ook andere bedrijven waar je technologie vandaan haalt of componenten. Dat je een betrouwbare partner bent, dat je dit voor elkaar krijgt en dat je uiteindelijk aflevert. Het ONL Ondernemersjournaal gaat weer verder in Delft. En we gaan nu praten bij Deltares. Waar we vooral op zoek naar zijn is de vraag van hoe kunnen kleine bedrijven, middenbedrijven nou samenwerken met Deltares. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut. We zijn ontstaan in 2008 en bij ons werken zo'n 800 mensen. We werken voor een deel met publieke middelen, maar het grootste gedeelte van onze inkomsten komen uit de nationale en internationale onderzoeksmarkt. Onderzoek wat we als Deltares doen komt op allerlei verschillende manieren in de wereld. Het komt onder andere terecht bij overheden, maar ook een groter deel komt bij de markt terecht. En dat doen we op verschillende manieren. Wat we graag doen is samen met marktpartijen projecten uitvoeren, waarbij wij onze specifieke kennis hebben en waarbij die marktpartijen ook specifieke kennis inbrengen. Afgelopen jaar hebben we via de Climate Kick een aantal innovatievouchers kunnen uitdelen aan MKB'ers in Nederland. En met die MKB'ers die zijn we gaan helpen met extra studies en inventarisaties, waardoor zij hun diensten en producten weer beter konden maken of sneller naar de markt kunnen brengen. Op onze website hebben we een speciale ingang voor het MKB, maar ze moeten ook vooral de telefoon pakken, want we zijn zeer geïnteresseerd om samen met MKB'ers nieuwe oplossingen te bedenken of gezamenlijk klantvragen te beantwoorden. En wat er snel zal gaan gebeuren is dat zo'n MKB'er bij ons opkomt. Aanklopt, dan kijken we naar de inhoud, maar we zullen ook kijken hoe dat te financieren valt.